Jeroen, nog een paar weken tot Pyeongchang. Hoe kijk jij daarnaar vooruit? Ik heb er heel veel zin in allereerst. We hebben wel nog wat World Cups van tevoren, wat wedstrijden. En ik hoop daar goed te presteren om met vol vertrouwen Pyeongchang in te gaan. Ja, vol vertrouwen. Ik kan me voorstellen, 3 wereldtitels geeft ook al een heleboel vertrouwen. Absoluut. 3 wereldtitels geeft een hele hoop vertrouwen. We hebben in de zomer hard getraind. Andere concurrenten ook. Dus we gaan aankomende World Cups nog zien waar ik sta. Kan overal zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat we gewoon medailles kunnen gaan halen met het team. Ja, maar de eerste World Cup ging niet vlekkeloos. Eerste World Cup ging niet vlekkeloos. Nee. Ja, materiaalpech en wat omstandigheden die wel moeilijk waren. IJzige pisten. Dus, maar laatste dag nog wel kunnen herpakken en een tweede plek kunnen halen. Dus daar ben ik blij mee. En met een goed gevoel wel naar de volgende World Cups. Ja, want lastige omstandigheden, IJzige pisten, kan straks ook in Pyeongchang gebeuren. Ik ga me daarop voorbereiden door veel moeilijke omstandigheden te trainen. En we gaan nog een trainingskamp in Canada doen. Dus ik hoop dat we daar moeilijke pistes en wat leuke uitdagingen hebben om daarop voor te bereiden. En met jouw status nu, 3 keer wereldkampioen, geeft dat extra druk richting de Spelen? Dat ik 3 keer wereldkampioen ben, dat geeft misschien niet veel druk. Maar het is wel, ik ben een van de favorieten en dat zou je merken. Maar zolang ik maar bij mijn skiën hou, dan komt er alles wel goed, denk ik. En bij je skiën houden, hoe doe je dat? Nou ja, goed aan je focus denken. Waar ga je op focussen? Aan de skiën, tactisch. Weet je, hoe ziet de piste eruit? En daarmee bezighouden en niet met wat er omheen gebeurt. Ja. Want wanneer zijn de Spelen voor jou geslaagd? De Spelen zijn voor mij geslaagd als ik op mijn best heb geskiet en daarmee een medaille kan halen.